In de grote zaal van de dierentuin is alles klaar voor de laatste in Nederland te spelen ronden van het wereldschaaktoernooi. Netjes gerangschikt staan er de tafeltjes in afwachting van de bezoekers. Op het podium worden de demonstratieborden in gereedheid gebracht. Op de speelborden de stukken in slagorde gezet. De klokken worden nog synchroon gesteld en de toeschouwers kunnen komen. Daar zijn ze al. Sommigen hebben brood meegebracht, wetend dat het diner er altijd bij inschiet. Daar is dokter Euwe. Hij zal vanavond proberen revanche te nemen op Smyslov. En daar is ook Reshevsky. Het lijkt erop alsof de heren elkaar voor het eerst ontmoeten, maar het tekent de sfeer waarin deze schaakkamp verspeeld wordt. De laatste die komt is Botvinnik, de grote favoriet. Smyslov opent met de koningspion. Reshevsky schuift de D-pion naar voren en de strijd is ontbrand. De zaal schaakt mee, verdiept zich in het spel, peinst en piekert al even zwaar als de vier mannen op het podium. Elke zet wordt direct doorgegeven naar het speciale PTT-kantoortje in de dierentuin. Elk ogenblik verdwijnen er journalisten in de telefooncellen om de situatie op de borden te melden aan hun bladen. Ook via teletype en telexapparaten worden Nederland en de wereld van de laatste zetten op de hoogte gehouden. De moderne techniek in dienst van het schaakspel, maar de spelers bekommeren zich daarom niet. Voor hen is het de schaaktechniek die telt. Zij strijden voort op de moeizame weg naar de wereldtitel. Nu bijna voor het laatst in Den Haag, straks in Moskou.